wat zie ik er fucking scary uit. Maar shit, je ziet alleen tanden, man. Eng is dat dit. Nou, even Jesser zoeken. Hadden jullie een vlogcamera besteld? Mama heeft het even overgenomen, de vlogcamera. Oh, wacht even. Ik moet even een applausje houden! Lekker. Oh, kijk, ik heb hem gevonden, mensen. Hier is die. Jesser. Oh, shit. Nou, geef de camera terug. Nee, ik heb even overgenomen. Oh. Nou, ik geef hem weer terug, ja? Dag, mensen. Nou, dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben dus in België keihard aan het chillen in een bubbelbad. You know what it is. We zijn hier zo even lekker aan het chillen in Antwerpen. Mijn favoriete stad sowieso. Om te ontspannen kom ik hier altijd. Moet je kijken wat een gruwelijke centrum, man. We zijn een beetje aan het shoppen. Ja, maar ik moet jullie één ding zeggen. Ik krijg gekke love in België altijd, man. Deze mannen willen jullie wat zeggen, man. Shout-out naar België, shout-out naar Jesser. Shout-out naar Portugal sowieso, man. Waar komen jullie vandaan? Antwerpen, ja man, sowieso love voor Antwerpen. Weet je dat ik Antwerpen echt een gruwelijke stad vind? Shout ja. Nufus. We staan in de Gucci store in Antwerpen. En Shai die had hier net een tas gezien en toen zei ik tegen haar, ja schiet op man, ik heb haast, ik had geen tijd om te shoppen nu. Toen heb ik tegen haar gezegd dat ik even heel snel even wat moest ophalen bij iemand die hier toevallig was. Heel vaag verhaal, dus ze dacht, ja het zal wel. Maar ik ga die tas nu gewoon kopen en dan gaan we dat even verrassen. Kijken of het werkt. Oké, dit is dus de tas geworden, kan je even laten zien? Voilà. Kijk of ze blijven. Ja, ze loopt dus hier ergens rond. En ik heb er net... Oh, ik zie haar. Shit, maar ze mag die tas nog niet zien. Even snel achter deze auto verstoppen. Yo, what's up? Ik word even herkend door iemand in een hele dikke bak. Oh, dit is fucking awkward. Iedereen kijkt maar, ik zie haar. Ah, nee, doe normaal. En we hebben er verrast. Ja, en voordat jullie denken, hè, ze weet toch niet wat ze hebben gehad? Jawel, want ik liep dus met haar naar de winkel. Toen vond ze dat wel tof. Deed ik alsof ik heel veel haast heb en geen tijd ervoor had. Ah, je bent echt gek, hè? En toen dacht ik, ah, die wil ze dus. Dus ik heb ze toen naar een andere winkel gestuurd. En nou kan ze hem even uitpakken. Ah, dankjewel. Ah, zo lief. Oh, een smakkerd. Strijders aan Antwerpen. Komt-ie, hè? Lachen. Nog één. Shara naar de talks uit Antwerpen, man. Jarenlang krijg je liefde hier. Shara naar Antwerpen, man. Nou, dit gebeurt dus om de 3 meter. Fotootje. Top. Alsjeblieft. Dankjewel. Fijne dag. Fijne dag, meneer. Ga je lekker? Ja, ga helemaal fijn. Zeg eens shara naar Jesse. Hey, dag Jesse. Ja, oké, zo kan het ook. Nee, man. Antwerpen is echt tof, man. Super gezellig. Nou, we hebben hier lekker bezig shoppen. We hebben iemand weer blij gemaakt. Ja, heel blij. En we gaan nu even richting Amsterdam. Yo, what's up? We gaan alweer richting het einde van het jaar. Het is best bizar allemaal, man. En het mooie is dat ik natuurlijk nu zo aan het einde van het jaar ben begonnen met vloggen. Om jullie mee te nemen in mijn leven. Gewoon te laten zien wat voor toffe shows we nog steeds doen. Waar ik vandaag de dag allemaal mee bezig ben. En dat is ook de mannen van King Alert opgevallen. Shout-out naar King Alert. We hebben nu een interview met ze. Ze willen me wat vragen stellen. Een soort van diepgaand interview. En tof man, laten we dit doen. Let's go. Inmiddels zijn we er dus. We zitten hier in het prachtige café Cheers in Diemen. En de mannen van King Alert zijn er, man. Grand Café is ook nog, hè? Grand Café. Grand Café, ja man. Shout-out naar Mo. Mo gaat ons filmen. Hoe vet is het gewoon als je Mo heet? Hij heet gewoon Mo. Mo is echt een super relaxe naam. Maar gewoon, ik vind het sowieso lekker makkelijk uit te spreken. Je kan er makkelijk op rijmen. Mo, flow, weet ik wel. Ja, goede lyrics tot schrijven. Ja, daarom man. Hey, maar dit wordt een diepgaand interview, las ik op Twitter. Laat dat een diepte interview. Ja, ik heb natuurlijk een serie eigenlijk ook op King Alert, Behind the Tumor. En daar gaan we echt gewoon diep op in op jouw hele loopbaan. Op die dingen gewoon, wat je allemaal doet nu en zo van. Dat is leuk, ik ben gewoon bij jou, omdat jij 30 bent geworden in november. Gewoon 30. Zegt de man die 49 is. 39. Nee, maar inderdaad. Dus we gaan het een beetje over de afgelopen tijd hebben, de afgelopen jaren. Nou, ik vind het spannend. Dit vind ik vaak wel de leukste interviews. Nou, Jesse, we zitten hier. Hey, wacht, zeg eens een keer. Je moet Yes R zeggen. Ja. Want ik zei bij King Alert één keer Yes R. En zegt ze, maar wat is Yes R? Dus nee, eigenlijk zei jij het goed. Nou, Yes R is de artiestennaam. Dus ja, wie heeft het goed?
Maar mijn ouders hebben me gewoon Jesse genoemd. Jesse, ja. En dan ben je gewoon Yes R van gemaakt. Toen een beetje die float. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben een mega Eminem fan. Maar ik heb, mijn naam is een beetje geïnspireerd op Jay-Z. Ik zag Jay en aan het streven. Ik dacht, oh vet man, iedereen noemt me Yes. Mijn voornaam eindigt met een R, mijn achternaam begint met een R. Hey, hoe vet is dat? Yes R. Nou, zojuist een super tof interview gehad. Shout-out naar Paul van King Alert, man. Het was echt super tof. Ja, allemaal te zien op jouw kanaal en een beetje op mijn kanaal. Super vet en we gaan weer door. Jongens, het is best bijzonder dit. Vlog 8 en alweer de laatste vlog van 2016. Ik ben super blij dat ik hiermee begonnen ben. Ik heb het idee dat ik jullie een beter leven van Yes R dan ooit tevoren kan geven. Maar toch wil ik jullie meenemen naar het afgelopen jaar. Maar 2016 was super bijzonder. Ja, het begon natuurlijk allemaal... ik denk toch wel dat dit het meest bijzondere is van alles. Niet denk, dat weet ik zeker. Het is namelijk de geboorte van mijn dochtertje. Dat is iets waar we natuurlijk heel lang op hebben gewacht. En als het dan eenmaal zo ver is, ja, dan, ondanks dat het voor ons alweer de tweede keer was. En de laatste keer gelijk. Was het gewoon super bijzonder, man. Zo'n lief klein prinsesje dat in je leven komt. En man, dat maakt het even helemaal compleet. Nou ja, geboorte van mijn dochter was natuurlijk super bijzonder, maar er gebeurde privé nog meer. Zo had ik mijn appartementje waar ik, ik denk 8,5 jaar heel gelukkig woonde in Diemen, had ik op een gegeven moment verkocht. Omdat ik vond dat het tijd werd voor een wat groter huis. En dat was het ook. Dus uiteindelijk huis verkocht en een nieuw huis gekocht. Een stuk groter, veel meer ruimte. En tuin, dat had ik ook wel gemist. Dus dat was echt wel super tof, man. De verbouwing heeft echt wel heel veel kracht gekost. Omdat we helemaal vanaf nul begonnen waren. Het was een nieuwbouwwoning. Heel veel stress en gedoe. Maar als het daar eenmaal klaar is en af, dan ben je wel super gelukkig, man. Het heeft wel heel veel tijd van me genomen. Ik merkte ook dat ik muziek-wise echt heel weinig in de studio zat. Omdat ik alleen maar bezig was met de verbouwing. En mensen in de gaten houden of alles wel goed ging. Maar uiteindelijk het resultaat maar gewezen. Betreft optredens, we zijn super lekker gegaan. Ik wil iedereen bedanken die mijn show heeft bijgewoond. Het waren echt verschillende soorten parties. Van privé teenage parties, naar bedrijfsfeesten, naar clubs, naar eigen shows. Het was belachelijk tof allemaal, man. Dus thanks iedereen. Ik heb shows in Nederland gedaan uiteraard. België en zelfs de show op Curaçao. Dus ik voel me super gezegend. En hopelijk mag ik er in 2017 net zoveel doen. En jullie weten natuurlijk dat ik betreft presenteren al 8 seizoenen inmiddels Gek op jou presenteer. En wederom heb ik in 2016 een heel seizoen Gek op jou mogen opnemen. Namelijk seizoen 8 en dat is super goed gegaan. Reacties waren heel tof en ik hoop nog heel lang Gek op jou te mogen blijven maken. Ja, en natuurlijk hetgene waar ik toch wel meeste liefde voor heb. Ik hou van alles wat ik doe, maar muziek is toch wel wat ik ben, wat ik adem, wat ik leef. En ondanks alle drukte en gekte privé, wat mij toch wel heel veel tijd heeft gekost, waardoor ik niet veel in de studio kon zijn, heb ik toch wel wat tracks uitgebracht. En die ga ik heel kort even met jullie doornemen. Ik ben het jaar begonnen met Ready For You. Dat was een track die ik samen met SBMG en Susie B heb uitgebracht. Een heerlijke clubtrack, heeft het lekker gedaan en tijdens de shows pompt hij als een malle. Dus heel blij met die samenwerking. Daarna kwam Nucia. Ik wil Lijpen bedanken voor zijn bijdrage. Shoutout naar Chifa, de producer. Track is super hard gegaan. We kunnen praten over een gegarandeerde straathit. Miljoen views. Meer dan 1 miljoen streams op Spotify. Volgens mij al richting 2 miljoen. Track is echt super dik gegaan. Doet het tijdens de shows heel lekker. Dus maar Nucia, ik ben wel heel blij met die track. Ik wil zeker nog zo'n track uitbrengen in 2017. Ja, en toen gebeurde er iets heel geks. Ik werd door heel veel fans en mensen getagd op Instagram met name. Omdat er een meisje was dat een cover had gedaan van Uit Elkaar. Toen had ik zoiets, ik heb heel veel covers gehoord van Uit Elkaar, maar ze waren gewoon tof. Maar die van Lieke van het Veer was zo bijzonder dat ik wel moest reageren. En toen heb ik Lieke gecontacteerd en heb ik gezegd, ik wil hem officieel voor je uitbrengen. Dikke video ervan gemaakt. Gezorgd dat ze kon opnemen in een echte opnamestudio, et cetera. En dat heeft geresulteerd tot 3 miljoen views op YouTube alleen al. Dikke streams op Spotify. Dus een huge shout-out naar Lieke van het Veer. Ze heeft Uit Elkaar een soort van tweede leven gegeven. En dat is super vet om mee te maken. En ik wens Lieke van het Veer heel veel succes in 2017. Ik moet ze nu echt aan geloven, want onze liefde is afgelopen. Ik ben nu echt gestopt met hopen, eindelijk voor mezelf gekozen. Ja, en muzikaal gezien heb ik het jaar afgesloten met een track waar dit eigenlijk ook over gaat. Eigenlijk een soort van samenvatting. Alleen verder ging natuurlijk niet alleen over 2016, maar eigenlijk over mijn hele carrière.
fantastische bijdrage van de homeboy Tim Akkerman, die ik al ken vanaf zijn tijd bij Direct. Verder heeft het lekker gedaan, man. Het is gewoon een track die, het leven, die mijn levensverhaal vertelt. Check hem allemaal trouwens. Mijn nieuwste clip staat ook op deze kanaal. En ik heb heel veel zin in 2017, omdat ik daar eindelijk mijn nieuwe auto mag ophalen. Ik heb hem eind dit jaar besteld. Dat was al heel lang mijn droomauto. Ik ben namelijk gegaan voor hem. Dat zeg ik nog niet. Dat gaan jullie zien begin 2017. Dan ga ik mijn nieuwe auto ophalen. Maken we daar natuurlijk ook een heel item van. Maar dat is ook wel iets waar ik heel trots op ben. Omdat dat voelt als een soort van beloning. Ik heb er lang naartoe gewerkt. En vond dat het tijd werd voor een echte cadeau voor mezelf. Ja, en dan wil ik toch wel gaan naar zakelijk. Misschien wel mijn mooiste en beste. En ja, misschien wel de move waar ik het meest trots op ben. Privé was dat uiteraard de geboorte van mijn dochter. En natuurlijk de nieuwe woning, et cetera. Maar zakelijk was dat definitely het contract dat ik mocht tekenen bij de Avrotros. Omdat dat voor mij voelt als een beloning op het harde werken. Ik heb al 8 seizoenen lang presteer ik gek op jou, waarin ik me probeer te bewijzen naar meerdere mensen dat het presteren ook wel echt in me zit. Next Pop Talent heb ik natuurlijk een tijdje gedaan. Maar nu krijg ik de kans van de Avrotros om in ieder geval meerdere programma's te mogen maken. En dat gaan jullie allemaal zien in 2017. Al met al, dit was in de notendop mijn jaar. Ik wil jullie bedanken voor de support. Ik ga jullie in 2017 ook weer keihard meenemen in mijn vlogs, in mijn leven. Thanks voor alle support en ik wens jullie allemaal fantastisch, succesvol, maar vooral gezond nieuwjaar. Heerlijk avondje thuis en je weet dat je boy yes er houdt af en toe van koken. Mensen die me kennen denken, je liegt nu dat je barst. Maar oké, okay, ik kan niet echt koken of zo, maar ik weet wel een beetje hoe je dingen moet bakken, et cetera. Dus ik ben hier eventjes een heerlijk lamskoteletjes aan het bakken. We moeten eten deze dagen, mensen. Hier heb ik wat rijst. En hier heb ik wat gehaktballen. Stokbrood klaargezet. Ja man, dit wordt smullen en brullen man. Hou op met me. Dus ik heb ook een heerlijke, ik moet natuurlijk ook een beetje gezond doen. Ook een heerlijke salade erbij. Een beetje feta kaas eroverheen. Op en top. Vanavond eten we gewoon thuis. Morgen heb ik natuurlijk, wat je weet, iedere vlog eindigt natuurlijk met een spetterende show. Morgen hebben we een thuiswedstrijd in Amsterdam. Daarvoor ga ik eerst even eten met mijn beste vrienden. Gewoon een soort van, nee, toch, einde van het jaar nadert. We hebben zoiets, we moeten allemaal bij elkaar komen, even eten, gezellig doen, whatever. Dus ja man, dus dat, helemaal top. What's up party people? Het is vandaag een mooie dag, want we gaan lekker chillen met mijn beste vrienden. Echt, de hele gang is erbij. Sowieso een van mijn day one mannen, Lori, is erbij. What's up, man? Shout out naar je boy, Lori, man. Nou, wie is er allemaal van de gang bij? Ja, Tarek, Jamal, Nicholas. Nicholas en de Dinkelen. Ja, ik denk dat we met een mannetje of 5, 6, ja, misschien ook wel 7 zijn, whatever. Anyway, we gaan eventjes karten met z'n allen, misschien lezen, game even gek doen. Daarna heb ik een showtje, dit keer de thuiswedstrijd in Amsterdam, Escape the Luxe. Je weet, we doen het luxe, dus het wordt gezellig man. We gaan gewoon een beetje chillen, hangen, ik neem jullie mee, you know what the fuck it is, your boy, yes sir. Oké, inmiddels is Izzy aangeschoven. Nicholas was nog even bezig in de studio, die komt later. Die zie ik anders wel bij de show gewoon. Maar Graham is er, Izzy, hij is er! Heerlijk! Ja man, en wat gaan we doen, Izzy? Jij mag kiezen. Het is jouw feestje omdat jij er laat komen bent. We gaan karten eens even uitvragen. Wil je karten of lezen gamen? Lezen gamen! Ja, karten. Lezen gamen! Lezen gamen! Ik praat wel heel stoer over karten en shit, maar ik hou helemaal niet van karten. Dus ik ben blij dat we eerst even gaan lezen gamen. We zijn eigenlijk met een veel te klein groepje. We zijn met z'n 6 in totaal. Maar ja, wel leuk. Dan kan je 3-3 spelen. Tarek, bij wie wil jij horen? Niet bij jou. Oké, dan hoor je bij de verliezers. Wow, wat zie ik er fucking scary uit, man. Shit, je ziet alleen tanden, man. Eng is dit. Holy shit, hey. Ze proberen me te nakken hier. Ik ga de camera even omdraaien. We zijn in het fantastische mooie Amsterdam, eindelijk een thuiswedstrijd en niet helemaal ergens in het zuiden of noorden van het land, wat ook leuk kan zijn, maar ook heel leuk om een keertje dus gewoon in je hometown te zijn. We gaan optreden, maar het is best wel grappig, want het is een uitverkochte bende hier al, toch mannen? Sowieso. Ja, zeker. Het is wel leuk, want het is een soort surprise act, ze weten niet dat ik kom optreden. Niemand weet het. Okay. Dus we gaan even een klein showcase doen, we gaan de mensen hier allemaal gelukkig maken in Amsterdam. Let's fucking do this! Tell us the name of the
vanaf de eerste dag. Je houdt je nu wel aan. Omdat je maar niet meer bij je kunnen zijn. De liefste in aan de tijd van de hele rotte tijd. Alles is verloren, ja, wat heb je nu bereikt? Je bent geen ding mee, nee, in die fanbase. Zo gaat het, we brengen ze die seksleuk. Ik weet niet, misschien ben je niet meer baby later. Michael, blijf er even bij, want we gaan met z'n allen een hele mooie vette klassieker zingen. Dit is Hey Schatje, Hey Schatje. Wacht, ik wil er wat muziek bij. Kijk hem erin. Hey, doe er mee. Ik wil wel een kusje. Ja, wat? Dames en heren, mijn naam is Jesse R. Bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe vlog. Abonneer, kijk op Jongerhoofd. En Amsterdam, laat je horen.